Wie zitten er werkelijk achter de misdaden in hypercaché in Paris? Antwoorden kunnen we krijgen als we bewijzen vinden dat de regering van de Republiek Frankrijk van alle kanten gekroeid heeft tijdens alle recente zogenaamde terroristische acties in Parijs. Maar op dit moment zijn we vooral geïnteresseerd in de zogenaamde bevrijdingoperatie van de politie in hypercaché. Op de foto's zien we hypercaché van twee kanten. Frontaal, waar de ingang is, en de zijkant aan de linkerkant, waar de zijingang is. In alle bijbehorende videofilms kunnen we alleen de actie van de politie op de voorkant zien. Als we deze foto's niet hadden, zouden we niet eens weten wat de achterdeur aan de linkerkant van de supermarkt hypercaché is. Show in Hollywood style. Zodra de politie bij de hoofdingang van de elektronisch geopende glazen deuren met tallen rollen stijgen, langzaam, aankomt, ontwaren we één persoon die roerloos op de grond ligt. Al snel stapt vanuit de groep links een gemaskerde politieman met een helm op zijn hoofd en een stalen schild in de hand, de hypercaché in. Een specialist die voorzichtig op weg is naar de rechterkant van de supermarkt. Als op hetzelfde ogenblik dat deze speciale agent naar binnen loopt, de rechtergroep specialisten van de politie het vuur opent. Nota bene op hetzelfde moment dat de politieman voor hen uitloopt. Pas nadat de gepantserde specialist uit het zicht is verdwenen, nemen zijn collega's aan de linkerzijde deel aan het schieten, zoals hun collega's aan de rechterkant dat al deden. Maar op wie schieten de specialisten? Ja, waar schieten ze op? Ik denk op het terroristische zogenaamd duo, de donkere kleurling Amadi Coulibaly en zijn jonge vrouwelijke collega Hayat Boumediene, waarvan wordt beweerd dat ze een Arabische is en dat ze zeker in de supermarkt zou zijn. Maar wij, kijkers naar deze live documentaire, wij zien niemand op het moment van het vuren. Pas 10 seconden later, nadat de specialist verdwenen is, in het interieur van hypercaché zien we een blanke man en niet de zwarte die naar voren komt uit de rechterkant en die valt. Is het dat niet door het vuurpeloton? Politie stopt niet met schieten en gaat niet naar binnen in het hypercaché. Snel daarna verschijnt er een man op het toneel vanuit de rechterkant van de supermarkt, gebogen lopend in de richting van de deur met opgeheven handen. Ja, doorzeefd, in aanhalingstekens door de politie, valt hij neer op de drempel van de hoofdingang, waar hij nog 2, in aanhalingstekens, genadeschoten krijgt door 2 specialisten. Nou, is hier sprake van de zogenaamde terrorist Amadi Coulibaly, of is het dezelfde specialist die aan het begin van de zogenaamde bevrijdingactie naar de rechterkant van de supermarkt is gegaan? En indien hij dat is, wat is er gebeurd met de helm en het stalen schild? Dat moet de regering van de Republiek Frankrijk maar uitleggen. Want wij zijn getuigen daarvan, om niet te zeggen medeplichters in de operatie zogenaamd bevrijding. En we weten dat er geen andere functionaris dan die eerste politiespecialist naar de rechterkant is gegaan. Politiespecialisten gaan eindelijk massaal de hypercaché in. Na deze Hollywood show, die ten doel had om live naar de liquidatie van de terroristen in aanhalingstekens te kijken, treedt de politie massaal binnen in de supermarkt, van waar in hun richting zich haasten de gijzelaars in aanhalingstekens, die zich verder aan de linkerkant van hypercaché bevonden, waar sprake is van een zijingang. De rechterkant van de supermarkt is slechts zo'n 5 meter breed. Hoe kan het dat geen enkele zogenaamde gijzelaar geraakt werd als in de richting waar ze zogenaamd waren honderden kogels zijn afgevuurd? Natuurlijk,
Wanneer we dit alles, wat er gebeurd is voor de invasie van de kudde, zogenaamde gijzelaars, goed gaan bestuderen, dan rijzen er nieuwe vragen op. Is alles wat we zien een Fata Morgana? Of is het een zeer goed geanceneerde film met professionele acteurs van Hollywood kaliber? Op het juiste antwoord zullen we niet lang hoeven te wachten. Nou, over dat alles tot dan. Slobodan, werelddirecteur, Reserve Police International.